met Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. Mensen denken soms, Kelvin, hoe kan het toch dat je elke dag gewoon weer die fuckvol zin opbouwt? Heel moeilijk. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals ik al zei, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En we komen langzamerhand richting die miljoen abonnees en dat is leuk. Jezus, wat smerig, man. Dan ga je ze schetelen. Ah, gadverdamme, wat smerig. Ik ruik ze gewoon in mijn eigen huiskamer. Oh, wacht, ik ben het zelf. Ik heb volgens mij nog nooit een scheet gelaten in mijn eigen video. Dit vind ik best wel heftig. Dit moeten we niet meer doen. Het niveau is nu al... dit niveau kan niet. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, de leukste, de meest grappige, meest motherfucking epische, positieve familie van Nederland, hoor jezelf dan even op die abonneerknop. Word onderdeel van de Kelfam en steun elkaar. Weet je, supporten. We doen het met z'n allen. En mocht je afvragen of de Kelfam wel bestaat, check dit en dit en dit en dit en dit en dit. Dit is het bewijs. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik iets doen wat ik al een hele lange tijd niet in een video heb gedaan. Namelijk, als je op een bepaald moment in de YouTube game zit zoals ik, en hopelijk heb ik niet alleen maar vijanden, maar ook wel een aantal vriendjes. Help, ik wil vrienden. Dan heb je soms telefoonnummers van bepaalde mensen. Van bepaalde YouTubers, collega's. En dan moet ik zeggen dat ik vrij regelmatig met bepaalde mensen spreek via WhatsApp of bel of FaceTime. Maar het blijft altijd achter gesloten deuren. Dat zijn belangrijke gesprekken. Dat zijn gesprekken waar je eigenlijk niks vanaf mag weten. Maar het lijkt me leuk om eens een keer YouTubers te FaceTimen op een video. Onaangekondigd. Ik heb ze niet van tevoren verteld. Hey, ga filmen voor FaceTime. Even, wees zit even klaar. Nee. Let's see what happens. Ik weet ook niet wat ik ga zeggen. Ik weet ook niet hoe of wat. Dit is echt nu al het allerbeste format ooit. Ik begin gewoon bij iemand die we allemaal kennen. Hey, gaat het goed? Ja, gaat goed, hoor, met jou? Ja, man. Ik dacht, ik bel je eventjes. Ben je nou even klopen aan het doen? Ja, ik ben aan het filmen. Ik dacht, weet je, laat ik je eens even totaal onverwachts bellen. Oké. Hey, hoe voel je je dan? Ik was zo naar de tering van die klote shotjes van jou. Ja, ik was ook wel redelijk kopbij vanochtend, maar nu gaat het alweer. Ja, ik kom er ook weer bovenop. Maar het was wel fucking gezellig. Het was wel fucking lang. Ben je gelukkig? Ben je gelukkig, man? Ja, man. Oké, als er iets is wat ik ga een beetje YouTubers bellen. Wie moet ik bellen zo? Wie wil je dat ik FaceTime? Je loopt vast. Nou, dat was het. Dat was één groot succes. Ja, beter kon niet. Het was ook echt het allerbeste moment ooit. Zo makkelijk komt er niet van af. Dat laten we wel wezen. En wat loop je nou op te hangen, joh, smeerlap? Ik zat in de lift. Ja, dit is moesjes. Je glimlach is ver te zoeken vandaag, moet ik eerlijk zeggen. Ja, goed zo. Dat is beter. Ja, je hebt ook helemaal geen zin in natuurlijk. Ik weet ook niet waarom ik het doe. Maar ik wil je vragen, wie wil je dat ik FaceTime? Marit is wel leuk om te FaceTime. Nee, even een collega van ons. Oh, een collega. Jij kent ook gewoon niemand. Je kent ook echt helemaal niemand. Jij hebt hier zo geen zin in, jongen. Ik vond het fantastisch. Ik bedenk wel iemand, joh. Ja, jij bent de allereerste. Ik dacht, laat ik deze jongens bellen. Omdat je me gisteravond dronken gevoerd hebt. Dus ik wou je daar nog even op aanspreken. Dat je dat niet meer moet doen in het vervolg. Nee, ik weet niet even FaceTime. Ja, ik heb Alex nummer ook niet, man. Alex dan, aan je papi. Oké, ga ik doen. Doe de groetjes, Marcel. Wat een topgesprek. Oké, het format heeft een nieuwe wending gekregen. Het format gaat nu dat ik iemand bel en die vertelt dat ik iemand anders moet bellen. En dan moet ik die persoon bellen en hopelijk neemt hij op. En als hij niet opneemt, dan ben ik de lul. Neem nou eens even op, jongen. Ben je nou een boer of night 10? Kraantje papi, kom true man. Kom met me kraantje, fucking. Hij skipt me gewoon. Hij papi skipt mij gewoon. Heel leuk hoor. Nou, dan bellen we iemand die heel veel op kraantje papi lijkt. Namelijk Dionne. Ik weet niet hoe ik op haar kwam, maar ik dacht het lijkt me geinig. Hey, doe nou niet alsof je allemaal heel druk bent. Je zit allemaal uit je neus te vreten. Je kan heus wel even opnemen. Dionne. Ik word alleen maar geskipt vandaag. Ik ben doodsongelukkig. Dan bel ik mijn allergrootste vriend ooit. Kan ik je later bellen? Ik wou QC bellen. Kan ik je later bellen? Nee! We're making content right now. You gotta pick up the phone right now, man. Fuck QC dan ook. Hoezo? Het is donderdagmiddag, 3 uur. Waarom? Wat hebben mensen te doen? Waarom neem je niet op? Je kan er gewoon... Als deze ook niet opneemt, word ik pisslink. Dan word ik echt heel boos. Dan ga ik iemand stompen. Mijn grote vriendin Femke Louise. Als ze nou niet opneemt... Oh shit. Femke... Louise, pick up the phone, pick up the phone. Femke, pick up the phone. Ze skipt me. Nee! Ik ga Nessim bellen. Nessim, jongen. A few inches later. Dit is verschrikkelijk. Nou, dan ga ik dit rotjoch. Nou, dan bellen we gewoon het volgende rotjoch. Nee, deze niet opneemt, dan ben ik echt wild. Dan word ik echt serieus wild. Als Gio zijn telefoon niet opneemt, die gast heeft altijd zijn telefoon in zijn hand. Dit vind ik niet kunnen. Dit vind ik ongekend. YouTubers out there, it's donderdagmiddag. Just be eventjes aanwezig dan. Wat is dit?
Wat ben je mooi! Nee, dat meen ik echt. Je straalt helemaal. Echt waar? Hé, hey, Smeerlap. Ja, weet je wat het is? Ik dacht, laat ik eens even mijn collega's bellen, facetimen. En jij kwam in me op. Om te vragen of je gelukkig bent. Of jullie gelukkig zijn. Wat doen jullie eigenlijk samen in één auto? Dat moet je me even uitleggen. Niks. Wat is dit? Ik heb het verkeerde moment. King alert! Oké, okay, dat is mooi. Jij zit dan niet achter het stuur? Nee. Oh, ik wou net zeggen. Hé, maar kan ik nog wat voor je betekenen? Wil je dat ik je een bosje bloemen opstuur? Of wil je een zak pepernoten? Nou. Niet dat ik het ga... niet dat ik het ga doen, maar dan weet ik eventjes... mocht ik ooit indruk op je willen maken, dan weet ik hoe dat moet. Ken je Lippenschipjes? Ja. Heel lekker. Oké. Okay. Oké, okay, dan weet ik dat. Hey, als je nu iemand zou moeten bedenken die ik moet facetimen, wie zou het dan zijn? Help! Want iedereen... Joe. Ik heb zijn nummer niet. Heb je Quinty al gebeld? Ik ga Quinty bellen, ja? Ja, ga maar Quinty bellen. Oké, okay, love jullie. Doei! Dat zijn we met z'n tweeën in één auto zit. Dat is echt verschrikkelijk. Kai en Marije in een auto. Ik wil niet weten waarom. Ik ga Quinty bellen. Quinty niet opnemen, ben ik diep teleurgesteld. Pick up your phone, please. Do it. Helaas. Ik vind de score van vandaag, de gesprekken, zijn van niveau. Maar het volume aan gesprekken, dat is niet echt on point. Ik vind het zeer spijtig. Die is leuk om even te bellen. Dylan Hagens. Waarom zijn YouTubers tegenwoordig zo druk altijd? Ik ben ook zelf daar precies het voorbeeld van. Kijk, een jaar geleden heb ik dit ook gedaan en toen nam iedereen op. En dat kwam gewoon omdat niemand wat fucking te doen had. Het is een jaar later, 2018, iedereen is in één keer druk. Iedereen is in één keer die busy guy die de wereld gaat veroveren. Ik vond het leuke toen het nog een hobby was. Sophie Milzink. Sophie, als je niet opneemt, dan kom ik naar je huis. Ik weet waar je woont en dan stomp ik je op je neus. Ait, Nessim belt. Nessim belt me terug. Oh, spannend. Hey, Smeerlappen. Zijn jullie... Wat zeg je? We zijn in de Louis Vuitton store. Echt waar? Moet je wat hebben? Ja, fixen. Je weet toch die boxwedstrijd die ik voor je geregeld had? Dat kostte €1500 om dat te kunnen checken. Dus als je daar even een tas voor haalt... Geen probleem. Maar waarom zijn jullie zo close? Als in je mag niet je omgeving laten zien. Ja, we mogen ook niet te hard schreeuwen. We zitten in een dure winkel. Maar wat gaan jullie kopen dan? Hij heeft een tas gekocht en ik heb iets voor mijn vrouw gekocht, dus jarig komt daar. Ah, gefeliciteerd, pik. Thanks, man. Gefeliciteerd. We gaan binnenkort filmen, volgende week of zo. Ja, man, wordt grappig. Ik dacht, laat ik jullie eens bellen, omdat we altijd zo lekker spontaan bellen en dat het totaal niet is voor de video of zo. Ja, altijd. Maar, zijn jullie een beetje gelukkig? Zijn we gelukkig? Ja. Ja, ik ben gelukkig. Ik rij in een Polo uit 2003. Maar heb je die box shit gekeken gisteren? Ja man, ik heb... Hey, Laura Pontecorvo heeft pompers gekregen, G. Ja, ik heb nog niet gecheckt, maar het is niet normaal, heb ik gehoord. Nee, ik heb het niet gezien, maar ik was wel gevraagd voor het programma. Maar ik heb het niet gedaan. Waarom niet? Hey, volgende keer, als ze je vragen, zeg dan dat je alleen tegen mij wil. Dan zeg ik dat ik alleen tegen jou wil. Oké, okay. Ik weet niet of je dat gaat overleven. Maar... Nee, oké, okay, het was ook meer... Het was ook... Ik ga dit terugnemen, denk ik. Ik ga dit er misschien ook gewoon... überhaupt helemaal uit de video knippen. Anders heb ik straks een officieel een... Precies. Calvijn daagt QC uit. Ik hou van jullie. Kan ik nog wat voor jullie betekenen? Moet ik nog een zak pepernoten aan iemand toesturen? Ja, echt geld voorschieten voor mijn huur. Aankomende maand. Echt, maar dat is toch €80 per maand? Voor dat krot waar je in woont? Ja, 1080. Dat ben ik kort. Hé, hey, ik kijk wel. Ik bel mijn boekhouder wel even, ja? Check wel. Ja, fucking hell. QC, stel dat jij mee zou doen, hè, ooit. Denk je dan dat je het goed zou doen? Ja, dat stel dat je ooit mee zou doen. Nou, ik denk wel dat ik heel ver zou gekomen zijn. Die vrouw van Louis Vuitton, die kijkt een beetje boos naar ons. We moeten snel zijn. Ja, is goed. Is goed. Ik hou van jullie. Mazzel. Oké, love you. Doei. Later. That's love from the guys from the streets in een Louis Vuitton winkel. Echt alsof het gescript is. Ja, maar we zitten in een Louis winkel. Ik vind het heerlijk aan. Kai Gorgels facetimen. Die flikker die reageert nooit op mijn WhatsAppjes. Kai Gorgels, als je niet opneemt. Ja hoor, je zit in de uitzending. Yo. Je zit in de uitzending. Hoe gaat het? Ja, goed. Hoe gaat het met jou? Ja, fantastisch. Een dilemma. Of altijd Nina aan je enkel vastgebonden met een stuk touw. Ja. Of nooit meer bier drinken. Oh. Ja, nooit meer bier drinken dan. Ja? Ja, dan zou ik gewoon iets anders drinken. Je komt een beetje brak op me over. Ik ben ook brak. Ja, ik ben ook brak, jongen. Dat is niet normaal. Wat heb jij gisteren gedaan eigenlijk?
Ja, dat van stuk met Talpa. De big announcement. En toen ben ik daarna het eten gaan. Daarna waren die gasten nog in de Jordaan of zo. Dus dat was echt verschrikkelijk. Lekker man, maar ik had je wel verwacht bij de boxen ook gisteren. Ja, dat was het een of het ander. Maar ik had Giel, ik had hem beloofd. Ik kan eigenlijk niet. Ja, ik weet niet. Ik ben de bitch van Giel, dus ik moet wel. En wanneer is jouw coming out met Talpa dan? Mijn coming out of mijn coming out met Talpa? Nee, pas op. Hey! Ja, alles wat je gezegd wordt tegen je gebruikt. Ze hebben gewoon even een gesprek met z'n tweeën. Ja, als jij wel zin hebt, jij komt wel uitgenodigd. Maar wie zijn jullie dan? Wie gaan wie drinken dan? Hier is. Hey! Oh, dat deed Gio! Vuile flikker, neem je telefoon eens op, man! Dat is een afspraak. Ja, nou en? Maakt het mij dilemmaatje bij Gio dan. Zal ik hetzelfde dilemmaatje doen? Nee, want ik denk dat hij ook. Oké, okay. Dilemmaatje uit de losse pols voor Gio. Of je krijgt het hoofd van Armo ineens. Of je moet altijd op de rug zitten van Kai Gorgels. 4 uur per dag. 4 uur per dag? Ja, op Kai's rug. Ja, dan zit ik liever op zijn rug, denk ik, man. 4 uur per dag? Ja, 4 uur. Oké, okay, nou begin maar vast, zou ik zeggen. Ja, ja, is goed. Later, jongens. Hey, later, mazzel. Oké, dat was hem wel weer. Al die gasten zijn bij elkaar in de buurt. QC en Nessim in een Louis Vuitton winkel. Kai van der Voort en Marijn Zuurveld in een auto. Kai Gorgels met Gio in... Waarom ben ik alleen? Waarom heeft iedereen matties en ben ik alleen? That's my life, man. Goed, vond je dit nou een leuke video? Laat me even in de comments weten of je het leuk vindt als ik andere mensen ook een keer facetime. Het is gewoon lekker los. Gewoon niet al te veel nadenken. Gewoon gezellig lullen met elkaar. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Namelijk, doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. Ik hou van je. Abonneer op mijn kanaal. Hey!